Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren door genoeg slaap. De Tour win je in bed. Joop Zoetemelk zag het belang van voldoende slaap voor een sporter al in. Maar wat als je een slechte slaper bent? Of dat de spanningen voor een wedstrijd je uit je slaap houden? Wat moet je dan? We vragen het aan onze special guest, sportarts en slaapdeskundige Casper Janssen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Zo, goeiemorgen Jurgen. Ja, wij gapen allebei al, want dit wordt waarschijnlijk de meest slaapverwekkende aflevering van de Slimmer Presteren podcast. Wellicht, ja, zeker. Ja, daar gaan we voor eigenlijk. Ja. Hè? Snel naar de koffie hier, denk ik. Ja, koffie staat erbij. We horen straks wel het effect. Wij maakten ooit in aflevering 2, naar aanleiding van het boek Good to Go, een aflevering over alles wat je kan doen om je herstel te bevorderen. En er kwam eigenlijk maar één ding uit wat echt telt. Goed slaap. Ja. Goed slapen, veel slapen. Ja. We gaan zo zoomen en bellen met Casper Janssen. Weet van alles over Powernap. Die gaan we zo introduceren. Voordat we beginnen nog even een paar leuke reacties. Want dat vinden we leuk, hè? Ja. Reacties. Deze kwamen binnen naar aanleiding van onze aflevering over Ride Solo. Het alleen sporten. En veel mensen haakten aan op ons thema over muziek. Muziek tijdens sporten. Mm-hmm. Sport jij met muziek? Podcast hoogstens. Ja. Op je oren. Ja. Nou, ik gaf toen aan dat ik eigenlijk niet fiets met een koptelefoon op, want dat vind ik onveilig. En toen kregen we zowel op YouTube als op in onze mailbox, op YouTube een reactie van Vince en in onze mailbox een mail van Paul van Emmerik, die allebei onafhankelijk van elkaar ons wezen op de, even goed zetten, de Aftershocks Trax Air. Wauw. Ja, dat is blijkbaar een bijzondere moderne koptelefoon. Ik heb hem even gegoogeld. Zo ziet het eruit. Ja. Het is een soort haak achter je oren, maar die heeft de speaker dus net voor je oor op je bot zitten. Ja. Waardoor je oor open blijft voor open geluid. Nou, even, we hebben hem nog niet geprobeerd, maar leuk. Misschien een beetje zwakstroom erbij. Kan dat even samen. Maar ik vond het wel een leuke tip. Ja. En ik vind het sowieso leuk dat mensen die deze podcast kijken en luisteren reageren. Dus bij deze alvast een eerste uitnodiging. Ja. Goed, slaap. Ik heb voor de kijkers op YouTube, ik heb een leuk plaatje klaargezet. Want zien gapen doet gapen. Kijken of dat zo werkt. Dat las ik ook in het boek. Hè? Ja. Wat was voor jou de aanleiding om het dus vandaag over slaap te hebben? Ja, dat is denk ik toch wel het boek van Good to Go geweest. En dan dat las ik ook in het boek van Casper. Ja. Ik ken wel wat verhalen in Sportgericht. Die hebben best wel wat aandacht voor slapen gehad. Sportgericht? Het is het blad waar we ook schrijven. Het blad voor coaches en trainers. Ja. En eigenlijk is het iets wat je normaal als sportliefhebber weinig van meekrijgt, vind ik. Ja. Ja, Joop ooit misschien. Ja, en die grap wordt nog steeds herhaald op die opmerking van hem. Terwijl juist in de coachwereld is het toch wel een ding. Een hot onderwerp. En dat heeft ook te maken, vind ik wel interessante onderzoeken van juist in Amerika, waar natuurlijk die basketballers, honkballers, American football players moeten van west naar oost soms flink, allemaal in het vliegtuig. Jetlag, tijdsverschil. Ja, en dan merken ze toch eigenlijk dat het best wel uitmaakt van dat de ene kust heeft doet het gewoon beter als die uitspelen dan de andere kust. En dat heeft eigenlijk te maken dat degene, de oostkusters, als die naar het westen gaan, dan spelen ze 's avonds om 8 uur, maar voor hun is het al middernacht, zeg maar. Ja. Dus
En nou, toen ben ik eigenlijk ook het verhaal van Casper in Sportgericht gaan lezen. Daarbij nou, verwees je natuurlijk naar het boek De Power Nap Paradox. Ja, die hebben we hier liggen. De Power Nap Paradox. Hoe een simpel dutje je beter laat presteren. Nou, ja. Daar zijn we nieuwsgierig naar. En ja, goed. Ik doe niet aan power nap. Ik wou zeggen, ben jij een goede slaper? Ik ben, ja, als ik vergelijk met mijn huisgenoot en vrouw, zo noem je wel. Je vrouw? Oh, zo. Je kinderen zijn ja, huisgenoten. Nou, ja. Ik bedoel, ik merk, het is wel altijd een ding, maar dat maakt niet uit. Ik was laatst met vrienden aan het fietsen, dat is toch 's ochtends. Vraag je en lekker geslapen. Ja, daar zit toch altijd één tussen die al uren wakker is. Ja. En dan komt de aap uit de mouw. Ja, blijkt gewoon een hele slechte slaper te zijn. Ja. Onderzoek gehad van of hier misschien inderdaad of een oorzaak voor is. En nou, met het onderzoek kunnen ze ook zien of je echt slecht slaapt. Nou, dat kwam er dan weer niet uit. Oh, dus het is ook tussen de oren. Ja, het is een subjectief gevoel. Nou, ik ben wel best wel vaak wakker, moet ik zeggen. Weet je, denk je? Nee, zeker. Log jij slaap? Nee. Ik heb een zwakke blaas, denk ik dan altijd. Maar ik heb juist dan zoiets, ach heerlijk. En dan kijk ik op de klok, 2 uur, 3 uur. Nou, ik heb nog een paar uur te gaan. Ja. Mijn vrouw die heeft dan zoiets, het zal toch niet. Ik moet nog 3 uur en potjan dikke, het moet nou ook wel gebeuren. Inslapen? Ja. Dus in die zin, nee, ik denk dat ik gemiddeld de 7 uur haal. Maar ja, af en toe heb je gewoon een slechte nacht, ja. Dan moet je dan heb maar je last van wedstrijdspanning? Ja, dat voel ik wel. Slaap je dan slechter? Ja, zeker. Oh, ja, yeah. Echt. Nee, dat weet ik ook inmiddels. Maar dan is het ook de eerste wat ik doe, opstaan en naar de wc en voor de grote boodschap al, zeg maar. Ja, maar dus dat is dan weer goed in de voorbereiding. Maar dat was wel, want het laatste was een oefentriathlon van de club, UATT. Nou, oefen zegt het al, het was niet officieel, een trainingstriathlon. En daar had ik het helemaal niet. Dus denk ik, ja, zo kan het ook natuurlijk. Ja. Ah, het hoort wel een beetje bij. Ja. En jij dan? Nou, het is voor mij wel een onderwerp. Ik heb er al, voordat ik het boek van Casper even gelezen heb, ook wel wat meer over gelezen. Voor zover ik weet, ik doe niet structureel aan powernaps. We zullen misschien naar aanleiding van het gesprek zo wel. Ik herinner het alleen nog uit mijn studententijd was ik koerier. Ah ja. Maar ja, toen had ik ook een levensstijl waar ik soms wel wat nachten wat miste. En daar kon ik echt wel knikkenbollen achter het stuur. Levensgevaarlijk natuurlijk. En daarvan weet ik wel, dan gooi ik die auto aan de kant. Dan deed ik inderdaad wat hij hier voorschrijft. Wekkertje op 20 minuten. Ja. En dat herken ik helemaal. Dan word je als herboren wakker. Maar goed, dat zat ik voor mijn gevoel wel in de krochten van slaaptekort. Ja, weet je wel, redden wat het te redden valt. Ja. Ik gebruik het nu niet. Wat ik wel doe, is heel nauwkeurig mijn slaap loggen. Ja. Dus ik heb een app. Okay. Die zet ik aan als ik ga slapen. En die meet op basis van geluid de kwaliteit van mijn slaap. En hoe goed is die op basis van geluid? Als jouw ja, vrouw dat nou weet ik ook snurken, allemaal niet. Dat weet ik ook allemaal niet. En dan krijg ik allemaal vervelende discussies over van ja, en wat dan als je lekker wakker wordt en je ziet dat je slecht slaapt, hoe voel je je dan? Of andersom. Dus ik moet zeggen, ik ben over die data ook heel sceptisch. Maar wat het mij echt heeft gebracht, is dat het mij heel bewust maakt over hoe laat ga ik slapen en hoe laat word ik wakker. Ja. Dat het mij bewust maakt hoeveel uur slaap ik. Zit bij mij meer rond de 6,5, zeker in drukke weken. En dat het mij wel helpt als ik een aantal nachten achter elkaar geconfronteerd word met het feit dat ik te laat naar bed ga, het mij eerder helpt om een paar nachten weer vroeg naar bed te gaan, dan ik denk ik zou doen als ik niet die meting had. Maar dan zou jij toch ook wel voelen een beetje van, ik voel me niet, weet je, het gevoel Dat van is dan wat slaap, mensen die of, hier sceptisch over zijn zeggen, dat klopt. Ja. Maar het helpt mij dus wel dat die app gewoon het grafiekje laat zien, zegt, hey, kijk eens, jouw gemiddelde bedtijd loopt weer op naar, nou, ik zou graag om 11 uur willen slapen. Ja. 11:30 is reëler, maar soms wordt het wel eens 12 uur of na 12. Nou, kan een keer gebeuren. Maar als ik zie dat in een week de hele tijd gebeurt, dan helpt het mij wel om door die data te zien, ook al weet ik het wel, oh ja, even een stapje terug. Maar word jij veel wakker dan, 's nachts? Nee, dat valt wel mee. Ik heb wel heel veel last van adrenaline, zowel in mijn werk, natuurlijk als presentator voor events, als ook voor de sportevents. Dat is een deel kik ik daarop, daarom doe ik het. Maar dan slaap ik wel slecht. En ik merkte uiteindelijk, als ik dat een paar nachten stapel, ook wel in mijn presteren, ook in mijn werk. Dus ik ben heel benieuwd om van Casper te leren hoe we dit kunnen verbeteren. Ja. Laten we hem gaan zoomen. Ja, we hebben nu live verbinding met Casper Jansen. Casper, goedemorgen. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen, Gerrit en Jurgen. Ja, hoi. Waar zit jij nu?
Ik zit in mijn praktijk in Leidsche Rijn, in Utrecht. Oh, dat is niet zo heel ver van de Utrechtse Heuvelrug. Ik zal nog even netjes op de achterkant van je boek, De Powernap Paradox, staat nog een mooie bio van je. Hè? Je bent sportarts, onderzoeker, spreker en powernap specialist. En je was de laatste jaren als topsportarts ook werkzaam voor verschillende sportbonden. Onder andere teamarts van de Roeibond op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En we lezen ook in je boek, je bent ook nauw betrokken geweest bij de Turnbond. En je weet dus alles over slaap. Nou, laten we maar bij dat begin beginnen, Casper. Hoe komt dat? Hoe komt het dat jij zoveel weet over slaap? Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg geïnteresseerd geraakt in herstel. Ik weet niet, ik was als puber was ik vrienden al aan het adviseren over hoe kun je nou dingen het beste aanpakken als je wil herstellen. Ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt, maar dat was er gewoon. Ja. Ik heb zelf ook altijd veel gesport. En ik denk dat ik pas tijdens mijn studententijd, toen ik zelf roeide, dat ik merkte, zo'n trainingsweekend, dan ben je dus een heel weekend ben je aan het roeien. Dan doe je misschien wel 2-3 trainingen per dag. En dan heb je na je eerste training heb je goed gegeten. En dan voel je hem al aankomen. Hè? Nou ja, je kent hem wel, de after lunch dip. Ja. En wat doe je dan als roeier? Ja, je bent op een trainingscentrum en je legt daar een matje neer. Je gaat gewoon even liggen. Dat was eigenlijk heel normaal. Dachten we niet over na, dat deden we gewoon. En dan merk je eigenlijk later pas van, god, het was eigenlijk wel heel slim. Want je merkte gewoon na zo'n dutje dat je eigenlijk 's middags in de tweede training gewoon toch weer vol kon gaan. Terwijl als je dat niet deed, dat je soms toch een beetje tegen die dips had te vechten. En voelde van, ja, het loopt niet helemaal lekker. Ik kan niet helemaal mijn maximale wattage leveren. Hè. Dat wordt tegenwoordig ook gemeten in de boot. Maar dat voel je dan. Maar, want daar hadden we het over. Ik lees wel bijvoorbeeld deze verhalen over het belang van slaap in sportgericht. Hè? Een blad voor coaches, trainers. Alsof het in die wereld is het wel een dingetje, laat ik het zo zeggen, belangrijk. Maar verder is het toch, je hoort niet veel sporters erover. Het lijkt allemaal te gaan om een presteren, trainen en over herstel en het belang daarvan. Ja, dat hoor je weinig eigenlijk. Herken jij dat ook? Zeker. Zeker toen ik zelf nog arts was in de topsport, merkte ik dat, ja, dat het onderwerp niet zo leefde. En dat is eigenlijk, ik denk pas de laatste jaren, dat ook echt topsporters zich bewuster zijn van, goh, het herstel moet optimaal zijn. Mm-hmm. Dus ze zijn er wel mee bezig, maar het heeft pas, ja, denk ik sinds een jaar of 10 heeft het echt wel zoveel aandacht gekregen dat je gewoon weet, als je meer tijd en meer energie gebruikt om je herstel te optimaliseren, dat je dan ook beter gaat presteren. Ja. Ja. Nou, daar zijn we dol op, want in deze podcast gaan wij via de route van de wetenschap en spieken wat topsporters doen op zoek naar tips voor amateurs. Dus daar komen we aan het einde wel uit. Laten we maar bij die topsporters beginnen. Wat heb jij geïntroduceerd bij de Roeibond en de Turnbond? Wat doen die toppers nu? Nou, toen ik nog arts was bij de Turnbond, is er ook een onderzoekje geweest naar eigenlijk HRV, Heart Rate Variability. Ja, hebben we eerder wel eens hier in de podcast over gehad. Kijk, dat is mooi, dan hoef ik het niet helemaal uit te leggen, maar heel kort even hartslag, maar dan variatie in de hartslag, ja, die wat zegt over stress en herstel. Ja. Destijds werd bij de damesturnsters werd gekeken hoe ze sliepen en droegen ze dus 's nachts een sensor op hun borst, die ECG nauwkeurig, hetzelfde als een hartfilmpje, de hartslag vastlegde en aangaf van, ja, wat is nou eigenlijk het herstel tijdens de nacht? En wat we zagen is dat, wat we eigenlijk natuurlijk vaak wel weten, ja, de topsporters zijn ook mensen, dus die hebben ook een keer een latere avond dat ze laat op bed liggen, of die zijn iets leuks gaan doen, of ze zitten toevallig nog een serie te kijken. Ja, weet je, het zijn net mensen. Mm-hmm, ja. Dus dat heeft effect op je herstel. En eigenlijk door die analyses zagen ze van, ja, het herstel is vaak niet optimaal. En als je een blessure hebt of je hebt een verkoudheid, dan heeft dat ook effect op je herstel. Of andersom, heb je misschien een verhoogd risico op een blessure. Ja. Dus dat was een onderzoekje wat daar liep. En dat werd gedaan met die sensor. FirstBeat heet die sensor. Die kan dus dat goed vastleggen. En toen dacht ik, hey, dit is interessant. En toen ben ik dat eigenlijk als sportarts bij de Roeibond verder gaan uitbreiden. Daar hadden ze die sensors al wel beschikbaar, maar er werd eigenlijk nog vrij weinig mee gedaan. En Josie Verdonschot, dat was destijds al de coach van de dames, die gebruikte dat al wel.
Maar het werd door de sporters eigenlijk nog maar gedeeltelijk omarmd. Dus toen zijn we dat beter gaan vormgeven. En toen hebben we met onze embedded scientist echt gekeken van hoe kan je dat nou ook teruggeven aan de sporter. Ja. Want je kan van alles meten, maar als je het de sporter niet teruggeeft, wat kan je er dan mee? Ja, nou, dat is een vraag die ik zelf ook wel heb. Want ik vertelde net in ons voorgesprekje aan Jurgen al, ik meet ook alles aan mijn slaap. Ik heb zo'n slaap-app, die zet ik aan. En op basis van geluid, niet hartslag hoor, maar op basis van geluid vertelt hij mij wat over de slaapkwaliteit. Dus laten we daar meteen dat deurtje maar inlopen, Casper. Hoe moet je dat teruggeven en hoe kun je dat gebruiken, die data? Nou ja, wat wij zagen dus, is dat je eigenlijk een soort herstelscore kan genereren op basis van die hartslagdata. Dus dat deden we bij de roeiers en die score gaven ze ook terug. En vooral als je dat gaat volgen in de tijd, dan zie je dus, bij het roeien zeiden we of je onder water aan het komen bent. Dus dat je eigenlijk steeds toch minder wordt in je cel of dat je goed aan het opveren bent. Ja. Mm-hmm. En door dat gewoon elke week te doen, dus we deden het op een gegeven moment 1 nacht in de week, gingen we kijken van hoe is het met het herstel? Gaven we dat de roeiers terug? Konden ze eventueel hun trainingen aanpassen? Dus iets minder zwaar trainen? Of juist van nou, ik ben hartstikke fit, kom maar, er kan nog wel wat bij. Dus gingen we dat eigenlijk... Dus je probeerde de mate van herstel te bepalen. Is deze atleet weer belastbaar? Dat is eigenlijk wat je probeerde te meten en vast te stellen. Maar Casper, dan denk ik meteen, heb je daar zo'n sensor of een app voor nodig? Want zo'n sporter voelt toch ook wel, ik ben wat slaperig. Of ik voel me niet tip-top. Of ik voel me uitgeslapen. Of merk je toch dat subjectieve gevoel niet zo betrouwbaar is? Hele goede vraag. Dat subjectieve gevoel wordt natuurlijk al heel lang door heel veel topsporters bijgehouden. En ook door coaches wordt dat gebruikt. Om te kijken van, nou, mijn sporter geeft aan, ik heb redelijk geslapen, ik heb slecht geslapen. Dat werkt heel aardig hoor. Dat is een prima manier om dat heel basic gewoon bij te houden. Elke ochtend bijvoorbeeld. Maar ja, wil je het precies weten, dan wil je toch iets meer inzage hebben in de fysiologie van die sporter. Dan wil je toch naar objectieve data. En HRV of hartslag blijkt eigenlijk heel bruikbaar om daar dus een idee van te krijgen. Tegenwoordig worden die smartwatches waar jullie het over hadden, worden steeds beter. Wel leuk om te melden is dat Garmin, dus bekende producent van smartwatches. Ja, heb je er een? Ja. Maar deze, ik gebruik hem dan niet om te slaaptrekken, want ik wil er niet mee slapen s'nachts. Dus ik doe het nog met een appje op mijn telefoon, wat ik al zei, die dus eigenlijk alleen maar op basis van geluid meet of je in welke slaapfases je zit, zeg maar. Nou ja, ik denk dat jouw horloge, zeker omdat Garmin net eigenlijk FirstBeat gekocht heeft, dus Garmin heeft als horlogemaker FirstBeat gekocht vanwege hun analytics op gebied van HRV. Ja. Kan jouw horloge straks, denk ik, beter je slaap monitoren dan je smartphone? Nou, dat is een eerste tip die ik naar aanleiding van deze uitzending moet ga uitproberen. Moet je wel een horloge om in je slaap, hè? Dat is, dat weet ik, maar dat kan op zich. Ja. Ik begrijp het, Casper, als ik dat 1 keer in de week doe, zou dat al een goede dataset opleveren die mij wat leert. Ja. Maar ik ben geen sporter, hè, Casper? Ik ben amateur. Wat leert het mij dan? Nou ja, kijk, ik denk dat het altijd nuttig is om bijvoorbeeld een korte periode je slaap te monitoren. Dus als je twijfelt van, hoe is het eigenlijk met mijn herstel, om dan bijvoorbeeld een week je slaap echt elke dag te monitoren. En dan te kijken, goh, hoe ziet dat eruit? We weten natuurlijk dat die apps, vooral de apps op de telefoon, zijn nog niet heel betrouwbaar. De smartwatches worden steeds beter. Dus de algoritmen die erachter zitten worden steeds betrouwbaarder. Dus voor de lengte van je slaap is het al behoorlijk betrouwbaar. Voor de slaapfase, hoe diep heb ik geslapen, blijkt dat het nog matig is. Maar ik heb al een betrouwbaarheid van rond de 80% voorbij zien komen. Dus het wordt wel echt steeds beter. Ja. Okay. Terug even naar, want ik in jouw boek ook, en het artikel wat je schreef in Sportgericht, ik schrok wel een beetje van toen ik las het onderzoek van Radboud van een paar jaar terug, Radboud Universiteit, mevrouw Knu-Vinke. Waarin je eigenlijk voor het eerst is toen onderzoek gedaan naar hoe goed slapen eigenlijk de Nederlandse topsporters. En dan pak ik even toch de getallen erbij. Nou, het is... voor onze luisteraars, je hebt hem hier voor je op tafel liggen. Ja. Ze slapen gemiddeld 8 uur. Nou, dat is heel wat, want wij hadden het erover. Ik haal gemiddeld de 7 uur per nacht. Maar dat lijkt nogal wat, schrijf je erbij. Maar dan blijkt ook dat liefst 41% van hen slecht slaapt. En bovendien ze zich 's ochtends slechts matig uitgerust en alert voelen. Ja. Hey, dacht ik, wauw, dat zijn mijn getallen die niet heel gunstig zijn.
Hoe is dit internationaal zo ook? En vooral, wat doe je ermee toch, richting de topsporters? Ja. Nee, klopt. Dus die 8 uur lijkt heel wat. Hè. Dan is het wel belangrijk om te melden dat dit vooral vrij jonge topsporters zijn. Dus zeg maar in de leeftijdscategorie tussen de 20 en de 25. Mm-hmm. Nou, in die leeftijd haal ik zeker de 8 uur niet, denk ik. Maar goed, dat had met een andere levensfase te maken, ja. Nee, snap ik. Ja, maar eigenlijk zou je, als je optimaal wil presteren, in die leeftijdsfase ongeveer 9 uur moeten slapen. Hè? Dus slapen is natuurlijk individueel, maar gemiddeld genomen zou een topsporter ongeveer 9 uur moeten slapen in die leeftijdscategorie. Hmm. En dan kom je dus al 1 uur tekort. Dan zeg je ook nog dat rond de 40% eigenlijk niet optimaal sliep. Dus de kwaliteit van de slaap is dan minder. Dus je kan wel 8 uur slapen en in bed liggen, maar als je bijvoorbeeld 's avonds heel actief bent geweest, kom je niet goed in je diepe slaap. En in je diepe slaap geeft de hypofyse midden in je brein, geeft groeihormoon af. En groeihormoon is essentieel voor fysiek herstel. Dat zorgt ervoor dat je weefsels gaat opbouwen, waar je overdag weefsels afbreekt, dus bijvoorbeeld spierpijn krijgt. Hey, dan even daar snel op inhaken. Ik zit het op te schrijven. Als je 's avonds erg actief bent, kom je moeilijker in slaap. Is het dan onverstandig als amateur om in de avond te gaan trainen? Laat ik het omdraaien. Is het verstandiger om overdag of in de ochtend te trainen? Zou je zover gaan? Ja, absoluut. Zeker als je dat doet in daglicht. Dus je wil je zoveel mogelijk gebruik maken van je biologische klok. En je biologische klok zegt 's ochtends, vooral als je dus in het daglicht gaat bewegen, van mijn lichaam gaat aan, ik ben actief. Dan stimuleer je eigenlijk die fase. En 's avonds wil je eigenlijk vanaf 9 uur, rond 9 uur weer gewoon duisternis. En wil je ook minder actief zijn, zodat je daarna lekker in slaap kan vallen. Hm. Op zich hoeft een korte training 's avonds ook nog om 9 uur, hoeft geen probleem te zijn. Er is wel onderzoek naar gedaan dat als je dat onder de goede voorwaarden doet, dat je dan nog prima kan slapen. Ja. Maar je moet ermee oppassen. Heb je nog adviezen om dingen die je bijvoorbeeld direct na je training dan goed kan doen om te zorgen dat je wel op tijd weer in slaap komt? Nou, zeker als je een intensieve training hebt gedaan, moet je natuurlijk je koolhydraten aanvullen. Dus dat is belangrijk. Wat bekend dat als je gewoon je koolhydraten goed aanvult, dat je lichaam dan sneller eigenlijk weer in de herstelstand komt. En dat je dus ook beter in slaap valt. Dus op een lege maag, zeker na een intensieve training, slaapt het gewoon niet zo fijn. Oké. Voor je herstel nog belangrijk om daar een klein beetje eiwit bij te nemen. Dus zo'n 20 gram. Hè, dat is echt niet veel. Het kan een schepje wheypoeder zijn. Maar het kan ook gewoon een stukje kipfilet. Ja. Een klein beetje bakje yoghurt muesli als het ware na de training. Dat is ook al prima. Dat zijn belangrijke dingen. En het is belangrijk om een bedtijdroutine te hebben. Zeg je wat? Ja, maar ik denk niet dat ik een hele koeien heb. Vertel eens even, slaapdokter. Wat raad je ons aan? Nou ja, hoe het natuurlijk vaak is, je zit nog op je smartphone, je ligt in bed, dat blauwe licht, daar is natuurlijk veel discussie over op wat het nou wel of niet doet. Het blijkt ook individueel te zijn, dus de een is heel gevoelig voor blauw licht, de ander veel minder. Okay. Maar dan ben je dus nog actief. Dus het is belangrijk om gewoon te zeggen, bijvoorbeeld vanaf 9 uur leg ik al mijn schermen weg. Doe ik al mijn lichten al een beetje dimmen, een beetje duisternis creëren. Of je zet zo'n oranje bril op. Echt? Werkt echt. Even serieus, Kasper. Ik snap dat dat in theorie werkt. Maar ken jij iemand of zet jij zelf 's avonds na 9 uur een oranje bril op? Ik heb het laatste week geprobeerd en ik merkte echt dat ik sneller slaperig werd. Ik heb hem namelijk wel. Ik heb namelijk zo'n hele supersonische fietsbril met 3 soorten glazen, weet je wel. Transparant en zonnebril en gele. Ik denk, die gele, waar heb ik die ooit voor nodig? Dat is een ander onderwerp. We laten een kijken, luisteren misschien wel weten. Maar zijn dat die brillen die die topsporters ook nemen als zij naar Australië moeten en zich snel willen aanpassen aan de jetlag? Dus jij zegt, die kan je ook gewoon 's avonds eventueel al inzetten? Zeker. Het is ook aangetoond in het onderzoek van Melanie dat ze werken. Ja. Dus Melanie Knuffinken, waar je het net over had van het Radboud, die heeft ook gekeken bij de topsporters, werkt het? Ja, het werkt. Toen moesten ze eerst alleen een oranje bril opzetten 's avonds en later ook nog een lichtbril 's ochtends. Mm-hmm. Nou, dat werd een beetje veel van het goede, dus het moet wel simpel blijven. Maar als je moeite hebt om al je schermen uit te doen, kan het gewoon helpen om zo'n echt zo'n goede oranje bril, bijvoorbeeld van Somnoblue, om die op te zetten. Dat kan echt helpen. Weet jij toen, want jij, volgens mij werk je inmiddels niet meer bij de Roeibond. Nee.
we zien jou niet op de Olympische Spelen als die doorgaan natuurlijk in Tokio. Maar, nee, ik heb heel lang in de topsport met heel veel plezier gewerkt. Maar ik ben nu lekker mijn eigen praktijk gestart. Om ook meer tijd te hebben om die boodschap voor recreanten te verspreiden. En ook in het bedrijfsleven. Dus ik geef workshops over slapen. Ja. Maar want hoeveel Nederlandse sporters denk jij nu, zijn die getallen die uit dat Radboud onderzoek naar voren komen? Ik moet even slapen. Ja, even een powernapje. Ja. Zijn die inmiddels verbeterd, denk je? Mede door het feit van dat na dit onderzoek dus inderdaad ingezet is op handige manieren zoals een bril om dat daarmee te helpen? Ja, ik denk zeker dat alle sportartsen in ieder geval goed op de hoogte zijn van de laatste inzichten. Maar dat ook steeds meer coaches zich echt hebben laten bijscholen van hoe kan ik mijn sporters nou begeleiden om beter te slapen. Ja. En dat steeds bekender is geworden. Hè. Zorg natuurlijk voor een goed matras. En vooral als je denkt bijvoorbeeld een grote judoka's zoals Roy Meijer. Hè, dan weet je, dan moet je even, als je dan draait, dan moet je gewoon de goede ondersteuning hebben. Dat zijn de belangrijke dingen. Maar ook, hoe doe je dat dan? Ik ga toch even af en toe tussendoor praktische vraag erin gooien, Casper. Jij noemt matras. Ja, een goed matras. Hebben we in een andere aflevering al over gehad. We gaan niet over die M-Line wielrenmatrassen hebben. Maar ik stond nu een kleine 2 jaar geleden in een beddenwinkel. Gingen wij een nieuw bed kopen. Zegt die verkoper tegen mij, ja, doe jij veel aan sport? Nou, best wel. Nou, dan zou ik wel investeren in zo'n bed waar je je voeten eind omhoog kan zetten. Want als je voeten s'nachts omhoog liggen, dan worden je afvalstoffen beter afgevoerd. Ah, ja. Mag ik even een factcheck daarop? Wat weet jij ervan, Casper? Ik durf niet te zeggen of daar specifiek onderzoek naar gedaan is. Maar ik durf wel te zeggen dat bijvoorbeeld, hè, als je daar gevoelig voor bent. Stel, je hebt aanleg voor spataderen. Dat steunkousen bijvoorbeeld wel werken. Ja, even gadget voor gadget. Maar s'nachts je voeten een paar centimeter omhoog is voor jou geen onderdeel van het slaapprotocol. Ik weet niet of het is aangetoond. Nee. Ik ken dat niet. Het is namelijk ook gewoon een duurdere optie, hè, op zo'n bed. Dus ik snap wel dat zo'n verkoper dat soort dingen probeert weg te zetten. Ja. Maar ben ik toch benieuwd. Die sporters in Tokio, hè, krijgen die dan hun eigen, wordt daar hun eigen matras neergelegd, zeg maar? Of hoe werkt dat? Nou, in Rio was het in ieder geval zo, daar was ik zelf aanwezig, hè, dat er gewoon standaard matrassen lagen. En dat sporters nog vaak een topper meekregen. Inderdaad, in dit geval bijvoorbeeld van M-Line. Hè, dus dat ze hun eigen topper hadden, hun eigen... Nederland werden die ingevlogen? Dan. Ja, ja. Okay. Eigen kussen bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen om het zo normaal mogelijk te maken. Ja. Hoe dat is voor Tokio weet ik niet. Ik weet wel dat er heel goed naar gekeken wordt door het prestatieteam van NOC-NSF. Dus die zijn daar zeker mee bezig. Maar ja, om het zo natuurlijk mogelijk te maken, wil je zoveel mogelijk je thuissituatie nabootsen, absoluut. Want is er veel wetenschappelijk onderzoek naar, en zonder hier al te diep in te gaan, maar is er veel onderzoek naar de slaapmaterialen en het effect op de slaapkwaliteit? Of is dat toch meer een soort marketingfabrikantenhoek waar we dan in lopen? Ik denk dat het allebei waar is. Ik noemde net al Roy Meijer. En die had lange tijd toch wel wat klachten waar hij niet goed van afkwam. En toen hij zijn matras is gaan vervangen, is hij dat eens goed gaan meten. En toen heeft hij slaap-idee, dat is een manier om te meten hoe je in bed ligt, heeft hij laten doen. Ja. En door zo'n slaap-idee kun je zien of je veel op je rug ligt, op je zij, op je buik. En dan kun je ook op basis van je lichthouding eventueel je matras gaan aanpassen. En dat was bij hem heel nuttig. Dus zeker als je een beetje afwijkende maten hebt, hè, breed van boven, smal bij de heupen of andersom, dan is het wel... Dan ben je geen topsporter, Casper, als het andersom is. Maar er zijn misschien wel wat luisteraars of bekenden van luisteraars die dat herkennen. Smal van boven, breed van onder. Ja. Maar hoe weet je? Als je daar rekening mee houdt, kan dat effect hebben op je nachtrust. Ja, heb je dan die sensoren opgedaan of zo? Of werden er beelden gemaakt van hoe hij dan precies lag? Ja, dan zitten er inderdaad sensoren in het matras. Ook om je borst onder andere. Ja. Die meten wat je positie is tijdens de nachtrust. En het interessante is, je bent je natuurlijk niet bewust van hoe jij 's nachts ligt. Nee. En dat kan toch, zeker voor topsporters, kan het hele nuttige informatie opleveren. Omdat je bijvoorbeeld soms ook een hele nacht op je arm ligt te slapen en daarmee de bloedtoevoer naar je arm vermindert. Dus bepaalde houdingen kunnen effect hebben op je herstel. Ja. Maar is het, want ik 2 jaar geleden las ik in ieder geval in de Volkskrant toen dat Sky al hun eigen slaapexpert meegenomen had, hè?
de Sky-ploeg van het wielrennen, Ineos inmiddels. Is het inderdaad dat voetbalclubs of KNVB, Nederlands elftal, ook met dat soort mensen standaard al werken? Absoluut. Er is denk ik bij elk topsportteam is er een expert betrokken die verstand heeft van slaap. Ja. Misschien op de subtopniveau is dat nog beperkt. Die moeten het doen met deze podcast. Hè? Ja. Stuur hem vooral door als je nog iemand kent die dat interessant vindt. Ja. Ik kom graag een keer langs. Ja. Nee, maar absoluut. Hè. Dat is iets wat je niet meer kunt laten liggen. Dan laat je die ene procent of die laatste fine-tuning, die laatste edge, die laat je liggen. Je kan slaap niet meer negeren. Dan doe je niet mee in de top. Maar dan snap ik wel, want kijk, het is een beetje flauw als je dat dan leest, dat ze bij Sky, wat die man doet, of in ieder geval, die instrueert dan de mensen van, oh ja, dat lichtknopje van de tv, die moet je afplakken. We zorgen voor kamers ver van de lift vandaan. Kamers op het westen, allemaal een beetje van die dooddoeners. Dat ik denk, ja, dat lijkt me logisch. Maar ik denk dat de uitdaging uiteindelijk is dat je natuurlijk gepersonaliseerd of op individueel niveau maatwerk gaat bieden. En dus eigenlijk continu van elke renner weet van, die heeft afgelopen nacht wel goed geslapen of voldoende. En daar dan actie in onderneemt. Gebeurt het op die manier inderdaad? Nou ja, want je zegt het zijn kleine dingen, maar het zijn ook kleine dingen. Als je al die kleine dingen goed doet, dan maak je de kans op een goede nachtrust veel groter. Hè? Mm-hmm. De marginal gains. Ja. Wat doet het slaapprotocol met muggen? Ja, maar als iets mij de afgelopen tijd uit mijn slaap haalt, is het zo'n stomme zoemmug in mijn hoofd. Of in mijn oor, toch? Ja. Nou, daar heb je hele effectieve sprays natuurlijk voor. Of een klamboe. Hè. Als je in een tropisch land bent, neem je een klamboe mee. Ja. In Rio reden er zo van die bussen door de wijk. Die spoten allerlei chemicaliën in de lucht rondom het Olympisch dorp. Om maar zoveel mogelijk muggen, hè, die Zika of andere vervelende dingen konden overbrengen, te killen. Dat was echt, we stonden versteld van dat die zooi daar allemaal de lucht in gespoten werd. Ja, ja. Maar het werkte wel. Hè? Dus dat soort dingen, daar wordt zeker naar gekeken. Maar voor jezelf is het gewoon belangrijk om de kleine dingen goed te doen. Dus te zorgen dat je bijvoorbeeld een oogmasker bij je hebt. Dat je oordoppen bij je hebt. Dat je je eigen kussen meeneemt. Dat je inderdaad checkt, hè, moet ik de airco even uitzetten? Of hoe werkt dat eigenlijk? Wie is eigenlijk mijn kamergenoot? Zit ik tegenover een luidruchtig, ik weet niet wat voor zaken. Dat wil je natuurlijk niet. En dat moet de begeleiding moet daar wel naar kijken, zeker. Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag toen ik dat las, ook Jurgen, in de show notes. Een slaapprotocol, wat zet je daar dan in? Maar dat gaat dus over dit soort dingen. Het organiseren van het goed kunnen slapen. Ja, absoluut. Het gaat over dit soort dingen. En die probeer je natuurlijk voor de hele groep zo optimaal mogelijk te maken. Maar dan de fine-tuning is toch individueel. Ja. Ja. Dan moet je toch kijken naar wat heeft deze persoon nodig om goed te kunnen slapen. En zit dat dan vooral op dit, wat ik jullie nu allemaal hoor zeggen als voorbeeld, is eigenlijk het weghalen van mogelijke verstoringen. Zijn er nou nog bijzondere gadgets of verrassende dingen die jij daarin bent tegengekomen of van weten? Of je denkt, hé, nou, daar zou je niet zo snel aan denken. Absoluut. Er zijn tegenwoordig van die hoofdbanden op de markt die zeggen dat ze diepe slaap kunnen stimuleren. Hmm. Zo weet ik dat Philips er binnenkort, misschien is hij al uit of komt hij binnenkort uit. Oké. Maar dat is denk ik heel interessant. Ik durf nog niet te zeggen wat de wetenschappelijke evidentie daarvan is. Ik voel een testje aankomen. Ja, hoe doen zij dat dan precies? Ja, proberen ze die brainwaves een beetje te synchroniseren of op die manier? Weet jij hoe het werkt? Ja, er zit een protocol in, volgens mij met ultrasonisch geluid, waardoor je de hersengolf zou kunnen beïnvloeden. Hmm. En diepe slaap zou kunnen stimuleren. En wat ik begrepen heb, gaat het om een winst van 10-20%. Als dat echt zo is, dan is dat natuurlijk zeker interessant. Ja. 10-20% vind ik ook interessant, Kasper. Waarop? Hè? Wat is dan 10 of 20% meer? Lengte? Diepte? De verbetering van de kwaliteit van bijvoorbeeld de diepe slaap. Ja, dus je hebt een bepaalde mate van diepe slaap, laten we zeggen 10-20%. En je kan dus van 10% kan je dan 20% meer diepe slaap creëren. Aha, je verlengt eigenlijk je diepe slaap dus. Want dat is, je hebt de vier fasen, hè, zijn er. De lichte slaap volgens mij, of de sluimerslaap. Sluimerslaap, ja. Lichte slaap.
diepe slaap en dan de remslaap. Rapid eye movement, de droomslaap. Ja. Ja, en daar is dus niet iedere fase is even goed of belangrijk voor je herstel. Waar zitten de belangrijkste om goed te herstellen als sporter? Ja, als sporter is echt wel die diepe slaap. Hè. Is echt belangrijk vanwege de aanmaak van groeihormonen en het fysieke herstel. Dus je bent anabool tijdens je slaap. Je bouwt weefsels op, terwijl je overdag ben je katabool. Je breekt weefsels af. Hè. Onder andere spierpijn van je training. En daar wil je van herstellen. Dus die diepe slaap is eigenlijk voor sporters erg belangrijk. Remslaap moet je ook niet uitvlakken, blijkt tegenwoordig. Is erg belangrijk ook, hè, omdat je dan allerlei mentale processen verwerkt. Dus je droomt, hè, je hersenen zijn eigenlijk heel actief tijdens de remslaap. En je legt allerlei processen vast. Ja. Hè, dus ook hetgene wat je bijvoorbeeld motorisch of zeg maar cognitief geleerd hebt, dat verwerk je. Oké, en in die vier fasen, ik leer ook uit jouw boek, dan gaan we het hebben over cycles, toch? Hè? Wat je nu beschrijft is een cycle dat je door al die vier fases gaat. Dat duurt 90 minuten, als ik het goed heb. Maar in jouw boek, ga je helemaal los, wil ik zeggen, maar in je boek sla je nogal op de trom over de power nap. Neem ons eens mee in dat aspect en waarom dat zo goed kan zijn. Ja, ik was wel bijna bang dat jullie er niet meer naar zouden vragen. Jawel hoor. Nee, de powernap is wat mij betreft zeker voor sporters een perfecte manier om extra herstel te creëren. Hè, want laten we eerlijk zijn, ja, het leven is niet altijd optimaal. Dus je hebt soms gewoon een korte nachtrust of je hebt soms gewoon wat minder geslapen. En je kan slaap eigenlijk niet echt inhalen, maar je kan wel de schadelijke effecten van een korte nacht kan je als het ware neutraliseren door zo'n powernap te doen. Hmm. Nou, powernap is eigenlijk gewoon een kort dutje, maximaal 10 tot 20 minuten. Dus echt belangrijk is dat die kort is, omdat je dan vooral fase 1 slaap hebt. Hmm. Daar word je heel makkelijk uit wakker. Ja, nou dat was mijn bruggetje vanuit de vier fasen die je net beschrijft. Je wil dus in die powernap alleen in die eerste fase blijven, want anders kom je in de volgende fase en dan heb je juist negatieve effecten, lees ik ook, hè? Nou ja, wat er kan gebeuren, de oeps, ik sliep noem ik die. Hè. Je kent het wel, je gaat in het weekend even op de bank liggen. Nou, hè, je was in slaap gevallen en je schrikt wakker omdat iemand binnenkomt. En denkt, zo, waar ben ik? Je bent een beetje gedesoriënteerd, misschien wat misselijk. Hè, dat is echt slaapinertie. Dus je hebt als het ware een beetje een katergevoel. En dat kan soms wel 3 kwartier duren. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Nee. Daarna heb je overigens wel positieve effecten van die oeps, ik sliep, van een langere nap. Ja. Hè, maar wil je dat voorkomen, dan kun je beter een korte powernap doen. Tenzij je echt 1,5 uur de tijd hebt. Dus als je als sporter bijvoorbeeld 2 keer per dag traint, ochtendtraining, lunch, dan doe je een full cycle nap. Dus een volledige slaapcyclus van 90 minuten of om en nabij de 90 minuten met diepe slaap. Ja. De groeihormoon, dus extra fysiek herstel. En dan ga je door met je middagtraining. Ja. Ja, iemand die er heel goed in was, of 2 eigenlijk, lees ik in jouw boek. Epke, sowieso. En, Epke Zonderland, de turner. Ja, zeker. En Pieter van der Hogeband, daar was ik helemaal verbaasd over. Dat hij doodleuk eigenlijk voor de wedstrijd nog een full nap nam. En dan bijna het gevoel had van, even haasten, ontbijtje naar binnen en naar het zwembad. Ja. En dan ben ik dan een half uurtje voor de race. Wij hadden het erover van, zijn wij zenuwachtig voor onze wedstrijden, voor wat het allemaal waard is en voorstelt. Is hij dan zo relaxed en kun je inderdaad de echte topsporters, we hebben het al eerder over zelfregulatie bijvoorbeeld gehad, zijn die dus dusdanig goed ook in het inplannen van hun slaap, dat misschien het onderscheid maakt tussen de absolute top en de subtop? Zeker. Pieter was extreem getraind in het optimaliseren van zijn training, maar ook zijn herstel. En wat hij deed, kon hij alleen maar omdat hij het tot in den treuren had geoefend. Ja. He, dus ik zou het zeker niet aanraden aan een gemiddelde recreant om voor een wedstrijd nog een full cycle nap te doen. Want dan kan je dus compleet met een katergevoel aan de start staan en dat wil je niet. En maar Pieter had dat tot in de finesse getraind. Dus die wist zijn herstel zo goed te plannen dat hij precies voor een wedstrijd weer helemaal fris was. En wat Epke doet is eigenlijk echt een korte powernap. Dus Epke zegt ook, van voor ik de wedstrijdhal inga, ga ik even liggen na mijn training, na mijn warming-up.
even mijn hoofd leegmaken en dan ben ik er weer. Dan ben ik weer scherp en dan ga ik de hal in. Dus ja, hij gebruikt die korte 10, maximaal 20 minuten. Zeg, laten we zeggen een half uur voor een wedstrijd. Dan kan het heel nuttig zijn. Maar je moet het trainen. Je moet het echt oefenen. Ja. Even lachen, Jurgen. Want nu opeens, hè, als je, kun je gewoon in het weekend zetten. Hè, ik heb in de Slimme Presteren podcast gehoord. Ik ga even mijn powernap trainen, schat. Even niet storen. Absoluut. Gewoon lekker op de bank. En daarna weer sporten. Ja, koers. Je hebt het over frisse neus halen. Ja, dat zegt wel iets over mij. Wat ik dan ga doen is juist, ja, dan ga ik een wandeling met een hond maken, zeg maar. Maar jij zegt toch, ja, dat is toch wel even anders. Omdat het ene echt toch nog een beetje fysiek is, dat wandelen. En de andere toch echt het herstel bevordert. Of... Het is allebei goed. Hè? Dus naar buiten gaan en een ommetje maken met je hond bijvoorbeeld, in het daglicht, is een geweldige manier om ook weer die biologische klok een boost te geven. Mm-hmm. Maar als jij een korte nacht gehad hebt en je hebt bijvoorbeeld, omdat je kinderen wakker waren, ja, maar 4 uur slapen, dan denk ik dat een powernap effectiever is om je op de middag frisser te voelen dan een rondje wandelen. Dus dat ligt helemaal aan je situatie. Ja. Ah, maar dan wil ik dit dilemma toch even aan je voorleggen. Ik had het vanmorgen nog aan de hand, Casper. Dat 's ochtends wakker worden met een loopje, een jog. Hè? Lekker langzaam, 5 kilometer, half uurtje. Vind ik fantastisch. Maar ik heb ook geleerd, als ik dat wil doen, moet ik dat eigenlijk doen voordat het gezin opstaat, wakker wordt. Want hè, dat is het enige moment dat ik mijn dochter ook zie. Dus nu heb ik gisteravond die dilemma. Ik ga al iets te laat naar bed. Ja, daar kan ik niks meer aan doen, want ik moest nog wat dingen afmaken. Maar zet ik dan mijn wekker op 6:30, zodat ik even dat rondje nog kan lopen? Of kan ik toch beter die 3 kwartier extra slaap tot 7:15 pakken en dan maar niet lopen? Maar dan komt het er vandaag niet meer van. Wat zou je adviseren? Ja, en dan heb je wel een heel mooi dilemma te pakken. Hè, dus dit hebben heel veel mensen die krap zitten in hun tijd. Ja. Als het lukt om ook op tijd naar bed te gaan, zou ik er zeker voor zijn om 6:30 op te staan en dat rondje voor jezelf te maken. Want je creëert een moment voor jezelf, waardoor je op een prettige manier aan de dag begint. Zeker waar, ja. Dat maakt een enorm verschil, heb ik zelf ook ervaren. Maar op de lange termijn, als het jou niet lukt om op tijd in bed te liggen, ga je daardoor natuurlijk herstel tekort komen. Ja. Dus of een powernap pakken 's middags, of gewoon een half uurtje eerder naar bed. En dan heb je absoluut een goede oplossing gecreëerd. Ja, ja, dus het is uiteindelijk toch weer, ja, goed idee, vroeger opstaan, maar daar hoort wel bij eerder naar bed, want dat totale volume aan slaap is wel cruciaal. Ja. Ja. Ik wil nog even iets dieper in op de praktische kanten van de powernap, Jurgen. Want we raken dat nu even heel kort. Jij schrijft dat nu zo voor. En je bent ook sportarts, dus je kan ons ook voorschrijven. Doe een powernap. Ja. Maar ik zie dat... Powernap op recept. Ja, ja. Ik zie toch wel een hoop... Ja, persoonlijk, ik voel of ik zie een hoop bezwaren. Bijvoorbeeld, ik vertelde Jurgen al even kort voordat we jou gingen bellen. Ik draai op adrenaline. Zowel in mijn werk als ook als ik een grote sportwedstrijd heb. Yo, ik kom helemaal niet in slaap. Ik bedoel, ik kom 's avonds al niet in slaap. Laat staan dat ik even ergens 20 minuten pak. Hoe doe ik dat? Hoe kom ik aan het slapen toe? Of hoef ik niet te slapen in een powernap? Nou, je kan het niet beter uitleggen wat mij betreft, Gerrit. Wat jij zegt eigenlijk, hè, wat wij denken, is overdag staan we aan. Ja. En 's nachts gaan we uit. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo. Hè? Je hebt die slaapfase 's nachts en die heb je ook overdag. Je hebt overdag ook fasen waarin je alerter bent of minder alert bent. En je moet eigenlijk gebruik maken van bijvoorbeeld die after lunch dip, door eens even toe te geven aan je vermoeidheid in plaats van je vermoeidheid te negeren. En al ga je dan maar even 10 minuten liggen, of je gaat rustig zitten, misschien gewoon met je ogen dicht. Wat er dan gebeurt is, je hartslag gaat omlaag, je ademhaling zakt. Zeker als je gaat liggen, hè, fysiologisch daalt ook je bloeddruk. Dus je lichaam komt in de herstelstand. Als je dan niet in slaap valt, heb je toch 10 of 20 minuten rust gehad. Ook dat is nuttig. Ja, want dat is een belangrijke vraag die ik opschreef. Moet je bij de powernap slapen of is gewoon je lichaam in rust brengen genoeg? Je lichaam in rust brengen is al effectief. Ja, slapen is beter. Val je ook een paar minuten in slaap is nog effectiever. Ja, ja, want ik lees ook heel veel, want je zegt, je geeft tips over de letten op de uitademingen van met name de buikademhaling. Zeker. Aftellen, hè, van 100 naar 1 bijvoorbeeld. Ja, ik zie wel gelijkenissen volgens mij met mindfulness bijvoorbeeld. En natuurlijk met die apps die daar tegenwoordig beschikbaar zijn. Ja, ja, is het zitten daar nog echt grote verschillen wat jou betreft in? Of is het, ja, als jij, je mag het ook mindfulness noemen of een meditatie-app? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Zeker, hè? Dus de overeenkomst is dat je een moment voor jezelf neemt
en dat je lichaam tot rust probeert te brengen. Bij mindfulness is het volgens mij niet de bedoeling dat je in slaap valt. Hè? Wil je wel letterlijk je mind erbij houden. Ja. Bij de powernap mag je je volledig overgeven aan vermoeidheid die je hebt. En mag je echt in slaap vallen. Dat is een belangrijk verschil. Dat is wel fijn, want inderdaad die apps, mijn vrouw die vindt het fantastisch. Maar ik heb het ook wel eens gedaan en ik val inderdaad in slaap. Omdat ja, zo'n stem... Maar dan mag je dus van dokter Kasper. Heerlijk, hè? Ja. Dus, oké, okay, ik noem hem nu mijn... Zet je wekker, 10 tot 20 minuten. Ja. Liever niet na 3 uur 's middags, want wat gebeurt er dan? Je bouwt tijdens de dag slaapdruk op. Als je een powernap doet, dan verlaag je die slaapdruk. Dus dan wordt het vervolgens moeilijker om in slaap te vallen, want die slaapdruk heb je nodig. Ja. 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 Dus als je laat op de dag nog een powernap doet, kan dat je kwaliteit van je nachtrust echt verminderen. Dus dat zou ik je afraden. En ook als je een belangrijke is, als je een slaapstoornis hebt, hè, ik ga niet helemaal daarop in wat dat dan is, maar als je denkt van, hé, ik heb een slaapprobleem, ga alsjeblieft naar je huisarts. En blijf dan moet je powernappen. Dan is powernap geen oplossing. Hè? Nee. En dan toch even nog een paar checkvragen, hoor. Als ik dus 20 minuten mijn wekker zet, ik ga liggen en ik heb alle fysieke aspecten doe ik goed, maar dat hoofd van mij, jongen, dat raast en dat gaat alle to-do's nog een keer af en dat is allemaal creatieve ideeën dus nooit aan het bedenken. En ik val pas op minuut 18 in slaap. Nog steeds oké? Okay? Of moet ik dan bij 18 eigenlijk pas de wekker zetten? Nee, dat is top. Als je bij minuut 18 in slaap valt en je bent 2 minuten weg, dan heeft er al een reset als het ware in je formatio reticularis, hè, het breincentrum waar waken en slapen gecontroleerd wordt, heeft al plaatsgevonden en dat heeft een effect. Ja. Wat het wel zegt, is dat jij dus de hele dag te veel aanstaat en dat het misschien slim is om wat vaker ademhalingsoefeningen te doen. Of bijvoorbeeld de chair pose, hè, die ik uitleg in het boek, om je buikademhaling te stimuleren. Ja. Je kan ook gewoon een hand op je buik leggen als je ligt. Ja, dus toch even, dan gaan we hem trucje. Nu ook even uitkouwen, Kasper. Voor de kijkers en luisteraars die niet weten wat een buikademhaling is. Is hand plat op je buik en je navel met je navel je hand wegduwen, toch? Nee, je hoeft niks te duwen. Je voelt alleen maar. Je voelt alleen maar dat je buik op en neer gaat. En doordat je voelt dat je buik op en neer gaat, ben je meer bewust dat daar je ademhaling naartoe gaat. En daarmee stimuleer je eigenlijk al als vanzelf je nervus vagus, parasympathicus, dat is de rem van je lichaam. Mooi. Mooie nuance. En ik denk dat meteen, middeltjes, cafeïne, daar heb je het ook wel over. Kijk, dat is ook jouw probleem, Gerrit. Jij drinkt de hele dag 11 uur koffie, dus daarmee trek ik door die lunchdip heen. En wij hebben natuurlijk in een eerdere aflevering al de voordelen, de positieve eigenschap van cafeïne op sportprestaties besproken. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, er zijn manieren natuurlijk om wakker te blijven. De melatonines, daar willen we maar niet aan, denk ik. Aan de andere kant heb je... Dat is een slaaphormoon, hè, wat je synthetisch zou kunnen nemen. Even, de slaappillen liever ook niet, denk ik. Cafeïne juist. Hoe zie jij die mix? Als je kan kiezen tussen die powernap of een kopje koffie... Extra. Hoe kijk jij daar tegenaan, Kasper? Ja, de moderne variant is de nappuccino, hè? Dus een kopje koffie en een powernap. Maar ik zou zeker een beetje oppassen met je cafeïne-intake. Ik heb toevallig afgelopen week nog iemand advies gegeven die echt een slaapprobleem had, die maar niet tot rust kwam. En we hadden alles doorgenomen. Ik had ook gevraagd koffie. Zei ze, nou, eerst zei ze, ja, wel regelmatig. Niet op doorgevraagd, heel dom van me. Want wat bleek, ze dronk 12 tot 15 bakken koffie per dag. Ja. Dus als zij wakker werd, ging haar lichaam meteen in aanmodus. Adrenaline, wat je net zei, hè, van hop, meteen aan, de hele dag. En het lukte haar niet 's nachts om af te schakelen. En het was echt een cafeïneprobleem. Dus ik zou, als je denkt dat je daar last van hebt, adviseren om je cafeïne terug te brengen naar misschien maximaal 2 kopjes koffie per dag. Liefst voor 2 uur 's middags. En want de halfwaardetijd van cafeïne is ongeveer 5 uur. Dus als je om 2 uur 's middags 1 kopje koffie drinkt, zit een kwart van de cafeïne om 12 uur 's nachts nog steeds in je bloed. Ja. Maar niet bij iedereen, toch? Je hebt een beetje de high responders en de low responders, zullen we zeggen. Het hangt een beetje van het metabolisme af, denk ik. Sommigen kunnen om 10 uur 's avonds nog een kopje koffie drinken. Die hebben nergens last van, maar dat weet jij van jezelf wel. Hè? Dus als jij er gevoelig voor bent, probeer dan eens je cafeïne te verminderen en je zult echt merken dat het slapen makkelijker wordt. Mooi.
Wat een hoop praktische tips haal ik hieruit. Ik heb er nog één, maar misschien wil ik het antwoord wel niet weten. Die schermen s'avonds, hè, raakte jij al even aan. Na 9 uur geen schermen meer. Maar nou heb ik zo'n iPhone met een night shift modus. Dus daar gaat het blauwe licht uit als de zon onder is. Casper, werkt dat? Ja. Ja, wel? Ja. Oké, dus dat helpt wel. Het helpt wel, gelukkig. En dan heb ik er ook één. Zo'n wekker die dan 's ochtends met een beetje licht... geeft de sleeplight. Steeds sterker licht. Met licht wakker worden. Af en toe nog met kleurtjes of noem maar op. Doen? Casper, ben je er nog? Ja, het feit dat jij een beetje licht maakt mij aan het twijfelen of jij een kwalitatief goede lichtwekker hebt gekocht. Als je een wekenlight hebt, noem maar een merk, maar met een goede intensiteit van het licht is het zeker nuttig. Hè? Natuurlijk een manier van wakker worden. Ja. Maar die intensiteit is wel heel belangrijk. En ook dat is weer individueel. Dus geen eenduidig antwoord helaas. Mooi. Dank je. Super. Nou, we hebben mee zitten schrijven. Tot slot. Ik ga het nog even voordat ik ga afsluiten, Casper. Heb je nog een uitsmijter? Heb je nog iets wat je onder de aandacht wil brengen? Wat iedereen altijd vergeet, maar wat laaghangend fruit is voor ons als amateurs? Of hebben we die allemaal wel behandeld? Vaker terugschakelen. Overdag, wat jij zei het al, ik sta de hele dag aan. Ga nou eens als je 30 seconden bij het kopieerapparaat staan. Ga eens naar die buikademhaling. Doe je ogen even dicht. En dan zegt de collega, wat ben jij aan het doen? Ja, ik sta even op mijn rem. He, dus ik zeg altijd regenereren en energie managen, remmen. Dat doen we veel te weinig. We gaan altijd maar weer bijschakelen. Probeer nou eens een paar keer per dag terug te schakelen. Dan ga je beter voelen hoe het eigenlijk met je gaat. Ja, mooi. Aandacht voor herstel. Super tips, dankjewel. Dank voor al je tips en dank voor je goede boek en het feit dat je zo op een missie bent om dit onderwerp van slaap en slaapkwaliteit en het remmen onder aandacht te brengen bij iedereen. Niet alleen bij sporters, maar inmiddels ook op de werkplaats. Hè. Nap at Work is ook het bedrijf waar je dat mee doet. Dus mensen die daar interesse in hebben, die moeten jou vooral even gaan googlen. En hier in onze show notes staan ook de links. We zijn benieuwd om van jou te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Of misschien goede tips die jij nog hebt ter aanvulling. Misschien wel verduidelijkende vragen die je hebt aan Casper of aan ons. Laat het ons weten. En dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld gewoon via social media. Op Instagram en Twitter zijn wij te vinden als de @slimmerpodcast. Je vindt van iedere aflevering een post. En daaronder kun je natuurlijk je reacties achterlaten. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een pagina waar je ook op kan reageren. En ook dat zien we steeds meer gebeuren. Wij reageren altijd terug. En voor iedereen die zegt, nou, ik hoef niet zo nodig met mijn snuffert in het publieke domein. Laat mij maar even één op één. Zien we ook de afgelopen weken meer en meer mensen die onze inbox weten te vinden via post@slimmerpodcast.nl. En tot slot, wat we natuurlijk het allerleukste vinden, is als je misschien wel zo blij bent met deze podcast. Vriend van de show, Jurgen. Ja, je kan vriend van de show worden via vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Je kan daar ook een audiobericht voor ons achterlaten. En als we die hebben, dan draaien we die in die uitzending. Tot zover. Casper, bedankt. Dankjewel, Casper. Jurgen, bedankt. Tot volgende week.